campagne, maar dit is het laatste debat voor de verkiezingen. Meneer Van der Staaij, ik zag van uw partij een grote advertentie in heel veel dagbladen vandaag, met een heel groot aantal punten van wat u wel en wat u niet zou willen. Als u zich nou even verplaatst in de situatie dat u straks aanschuift aan een onderhandelingstafel, welke van die onderwerpen daar, want het waren er een heleboel, maar welk onderwerp zou u vooral dan toch willen bespreken? Nou, dan zou ik ook teruggaan naar ons motto, stem voor het leven. En dat betekent dat wij geloven dat elk mensenleven een kostbaar godsgeschenk is waar we zuinig mee moeten omspringen. En dat we dus een betere bescherming van kwetsbaar leven willen. En dat is aan de ene kant betere hulp voor onbedoeld zwangere vrouwen. Dat betekent ook betere zorg voor mensen met een beperking. Maar ook een heel belangrijk punt, de positie van ouderen meer op waarde schatten. En daarom zijn wij verklaard tegenstander van de Klaar met Leven-wet. Omdat wij elk mensenleven niet willen opgeven, maar juist willen laten opleven. Ja, dat noemt u de Klaar met Leven-wet. De voorstanders hebben het over voltooid leven. Ja, er worden verschillende termen voor gebruikt. Maar u zegt Klaar met Leven-wet. Maar, en die wil u van tafel? Wat wil u daarmee? Nou, wij willen linksom niet en ook rechtsom niet meewerken aan zo'n wet. Omdat wij echt geloven dat daarmee een kernwaarde ook op het spel staat. Namelijk dat elk mensenleven zin heeft. En wij begrijpen wel dat er heel veel zorg kan zijn, veel lijden en verdriet kan zijn, waardoor mensen zeggen van, voor mij hoeft het niet meer. Maar we zijn ook wel heel beducht wat dat betekent als je zo doorredeneert voor onze samenleving. Voor ook heel veel kwetsbare mensen die allemaal niet zo mondig zijn en zo zelfbewust zijn. Dat die eigenlijk dan ook makkelijk vanuit hun omgeving de dood eigenlijk als een uitweg kunnen worden aangeraakt. En dat is een belangrijk punt, want dat was mijn vraag. Als u straks aanschuift bij onderhandelingen en steun moet geven aan welk kabinet dan ook, dat die wet, daar heeft u moeite mee. Zeker. Oké. Okay. 50 plus, meneer Krol. Ja, wat vindt uw partij, wat vindt de oude partij eigenlijk van die voltooid levenwet? Ik kan voor een heel groot deel meevoelen. Aan de andere kant, we zien ook dat er mensen zijn die voor de trein springen. Dat wil je ook niet. Je ziet mensen die zich van de hoogste verdieping van een flat afwerpen. Dat wil je ook niet. Maar ik heb zelf ooit meegemaakt na een operatie dat mijn darmen niet op gang wilden komen. En dat ik echt na enkele dagen verlangde naar de dood. En ik heb toen mogen meemaken dat de artsen tegen me zeiden, ga nou tot het uiterste. En als dan uiteindelijk alles toch weer op gang komt, dan ben je daar blij om. Dus ik kan voor een deel meeleven. Aan de andere kant, ik leg de verantwoording bij mensen zelf neer. En ook in mijn toekomstige fractie zullen mensen naar eigen geweten mogen stemmen hierover. Oké, dus 50PLUS heeft geen uitgesproken mening over wel of niet voor die voltooid levenwet? Wij hebben tot nu toe in de Tweede Kamer daarvoor gestemd. Omdat wij vinden dat uiteindelijk de verantwoordelijkheid bij mensen zelf ligt. Maar wij willen dan wel dat een arts daar altijd toezicht op heeft. Ja. Meneer Moners, ik kan er overheen gelezen hebben, maar in het verkiezingsprogramma kon ik er bij u eigenlijk bij Nieuwe Wegen niks over vinden. We zijn daar later op teruggekomen. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat je altijd naast mensen gaat staan. Dat je mensen een volwaardig leven wil geven. Daar zijn verpleegkundigen elke dag mee bezig, mantelzorgers mee bezig. Maar aan de andere kant is het ook zo dat je uiteindelijk zelf de keuze mag hebben hoe jij met je leven wil omgaan. En ik respecteer de heer Van der Staaij, dat hij vanuit zijn godsdienstige opvatting tot die keuze komt. Maar de vrijheid van godsdienst betekent niet dat jij je godsdienst kan opleggen op een ander. En dat doet de heer Van der Staaij. Dat verwijt ik partijen die op die manier met hun geloof overgaan. Beperk dat tot uw eigen keuze. Maar laat mensen uiteindelijk zelf beslissen hoe zij aan het einde van hun leven daarmee om willen gaan. Ja, meneer Van der Staaij. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om dat als een kernwaarde van ons allemaal te zien. Hè, ja, maar u doet het vanuit een kans uw eigen het leven moet staan. Zeker, vanuit mijn christelijk geloof, geloof ik, mijn tijden zijn in Gods hand. Ja. Maar mag ik u wel opwijzen dat ook bijvoorbeeld de eed van Hippocrates, en dat was dus ook niet een christen, dat die ook zei van, ik zal niet meewerken om iemand een dodelijk gif te geven. En daar zat achter, maar ook die wereld, daar zat achter de gedachte dat we heel voorzichtig ermee om moeten springen als mensen zeggen van ik zie de zeer van mijn leven niet meer in. Dat, zullen we even de tijd... Ja, wacht even. Ik ben één ding vergeten te zeggen aan het begin van het debat. U moet niet door elkaar heen spreken. Ja. Heb ik nu al spijt van. U mag er nog één ding over zeggen. Nou, ik ben de zoon van een chirurg. Dus als ik met de paplepel ingegeven hoe er gevochten wordt om leven overeind te houden. Maar u mag niet vanuit uw godsdienst bepalen hoe anderen vervolgens hun leven moeten inrichten. Zeker niet op zo'n gewichtig punt. Dat is uiteindelijk aan het eind van de dag iemands eigen keuze. Oké, punt is duidelijk. Punt is duidelijk. En dat u het heel belangrijk juist vindt dat die voltooid levenwet, dat daar niet veel mee gebeurt. Sterker nog, dat die van tafel moet.
50 plus, meneer Krol. Nou ja, dan hoef ik het bijna niet te vragen. Dat is natuurlijk AOW naar 65. Maar voor de zekerheid, één dag voor de verkiezingen toch nog. Als het nou naar 66 zou kunnen, is daar niet met u over te praten? Ik ben geen handelaar in oude auto's. Ik ga van tevoren niet zeggen wat dan de mogelijkheden zijn. Oh, dus dat zou wel kunnen. Wij zeggen heel duidelijk, 65 moet 65 blijven. Heel veel mensen zijn vergeten dat nu door het huidige kabinet al bepaald is dat heel veel mensen door moeten tot 71, 71,5. En als je een zwaar beroep hebt, is dat bijna niet te doen. En dat is dus absoluut een belangrijk punt voor ons. Een ander belangrijk punt is natuurlijk toch die koopkracht die wat ons betreft voor ouderen erg slecht is geweest. Die zijn er tot 30% op achteruit. Ja, en gaat het dan weer wat alle ouderen betreft volgens u? Of hebben we het dan over mensen van 70, 80 jaar? En niet over de pensionado's die nu instromen, met wie het relatief niet zo slecht gaat? Ook met die mensen gaat het veel slechter dan ze beloofd is. Als je gaat kijken naar iemand van 20 nu en je kijkt naar iemand van 20, 30 jaar geleden, dan gaat het ook met iemand van 20 nu veel beter. En die ouderen heeft er gewoon zelf voor gespaard. Het is zijn eigen uitgestelde loon. En dan moet je afblijven. Een belofte maakt schuld. Oké, dus de inzet is koopkrachtherstel voor al die ouderen. Ja. Alle ouderen. Meneer Van der Staaij, wie heeft u op het netvlies zitten als u zegt, nou ja, wie zijn er nou bekaard van afgekomen de afgelopen tijd? Nou, bijvoorbeeld een Trudy van 74 die ik zaterdag op de markt in Huizen sprak. En die zei, wil je ook nog op televisie zeggen straks dat je wel oog hebt voor mensen met alleen een AOW'tje? En ik zeg, ja, dat wil ik gerust zeggen. Nou, bij deze. Bij deze. Maar ik vind alleen, we moeten niet iedereen over één kam scheren. Hè? Want, nou, meneer Krol is zelf een voorbeeld van iemand die na 65 nog stevig doorwerkt. En dat doet hij met passie. En is iemand die het zeg maar ook materieel volgens mij best goed heeft, in mooie huis woont en goed inkomen heeft, die zijn er ook. En ik dacht altijd, waarom scheer je nou eigenlijk zoveel alle ouderen over één kam? Ja, maar gisteren begreep ik het. Ja, wacht even. Door de helikopter. Gisteren begreep ik het. Door de helikopter. Door de helikopter. Het is Heli Henk met een helikopterview. Dan lijkt iedereen hetzelfde. Maar als je echt dichter bij de mensen komt, dan zie je de verschillen. Ja. En dan zeg ik, Henk, zo zijn we niet getrouwd. Ja, nee. Meneer Krol. Wij zijn zo zeker niet getrouwd. Heb ik in het verleden, bij de heer Krol. Heb ik in het verleden zeer graag voor gepleit, maar dat ging niet lukken. Nee, juist als je, zoals u zegt, af en toe op de markt komt, hoor je het verhaal één keer. Ik kom heel vaak op die markt. En dan hoor ik dat de meeste mensen zeggen, kijk maar in mijn portemonnee. Zie maar wat ik erop ben achteruit gegaan. En dat was mij niet beloofd. Dus de tip die ik aan u geef, niet in die helikopter stappen, vaker naar die markt gaan. Ja, meneer Moners, u zegt wat anders in uw verkiezingsprogramma. Ja. U zegt naar 65, die AOW, maar niet voor iedereen. Nee, wij zeggen, je moet wel 45 jaar gewerkt hebben. Dat betekent dat mensen die in zware beroepen, die vaak op jongere leeftijd beginnen, dat die op hun 65 kunnen stoppen. Mensen die wat later zijn begonnen, vaak met een theoretische opleiding, vaak een wat minder zwaar fysiek beroep, die kunnen dan wat langer doorwerken. Zo heb je solidariteit tussen mensen die vroeg begonnen zijn en later zijn begonnen. We weten ook dat mensen met een zwaar beroep vaak ook korter leven. Dus die kunnen dan ook echt met hun 65ste. En de rest zal een aantal jaren wat langer doorwerken. Dat willen ook heel veel mensen. Ik denk ook niet dat het goed is om maatwerk op iedereen toe te leggen. Dus op die manier kan je toekomen, zwaardere beroepen ontzien. En mensen die wat langer door kunnen en willen werken, kunnen op die manier door. Oké, duidelijk. Zeg even over uw partij. Want die partijen kennen we natuurlijk al wat langer. Maar uw partij, Nieuwe Wegen. Ja. Dan sta ik morgen in dat stemhokje. Dan vouw ik dat enorme formulier uit. Kom ik bij die partij van u daar ergens? 15. 15. Lijst 15. En dan ga ik helemaal naar boven en dan kijk ik naar nummer 1. Ja. Maar daar staat niet uw naam. Nee, wij zijn een partij met mensen uit de praktijk. Er zit hier een kandidaat in de zaal die werkte vandaag in een verpleeghuis of die werkte bij de Koninklijke Marechaussee. Ja, nee, maar in het onderwijs. U was geen lijsttrekker. Ja, u bent het nu. Ik leg het u uit. En vervolgens hebben wij gezegd, we willen dat ook laten zien in de nummer 1 op de lijst. Uiteindelijk, omdat de tijd was kort, bleek dat ook vanuit de media, vanuit mijn kamerwerk, er vooral gekeken werd naar mij als politicus. Ze hebben gezegd, laten we wissen halverwege de wedstrijd. Dat gebeurt vaker in een kleedkamer. En dat hebben we gedaan. Maar als u een zetel krijgt, bent u wel degene die de kamer in gaat. Dat is afgesproken. Dat we dat noteren. Ja. Dus u kunt met een gerust hart op 1 of 2 of een ander op lijst 15 morgen stemmen. Zeg, en over uw partij, want u zei net, u komt uit de PvdA-fractie. Ja. Daar bent u uitgestapt. Een van de dingen die heel prominent in uw programma staan, dat gaat over immigratie. Ja. Is dat de reden waarom u daar bent gestaan? Dat is een van de belangrijke redenen. Ander punt is bij ons, wij zijn voor bindende referenda. Maar over immigratie. Schoof dat aan de kant en dat vond ik onterecht. Op het gebied van immigratie en integratie is het zo dat wij zeggen van, wij kunnen bijvoorbeeld het gebied van asielzoekers beter minder asielzoekers opvangen, maar dan goed.
in plaats van te veel en aan hun lot overlaten en vaak in kwetsbare wijken terug zien komen. Wat je ziet op links, dat geldt bij de SP, bij GroenLinks, men pleit voor generaal pardons. En wat dat betreft zijn wij veel meer vanuit een sociaal-democratisch hout. Je hebt ook een verantwoordelijkheid naar de mensen in de samenleving zelf. Je kan niet met iedereen solidair zijn, want dan ben je uiteindelijk met niemand solidair. Oké, even voor het overzicht. Dat zag ik in die advertentie van u ook staan, meneer Van der Staaij. Een strenger asielbeleid. Ja, daarom zeg ik, dat zijn geen nieuwe wegen. Dat zijn de oude paden van de SGP. Om gewoon te zeggen van... Van welke discipel? Strenger op asielbeleid, een stevig integratiebeleid. Maar eerlijk gezegd is het zijn nieuwe wegen voor een linkse partij. Precies. En dat is natuurlijk wel het punt. Hè? Alleen dan denk ik wel een beetje van, ja, ik heb de afgelopen jaren ook tegen meneer Monash moeten debatteren, juist om deze punten. Over dit onderwerp? Ja, over dit onderwerp. En dat is wel een beetje dan de verstokte roker die gestopt is met roken en die vervolgens tegen iedereen zegt, je moet nu roken hoor, slecht voor je gezondheid. Als je goed kijkt naar het stemgedrag hier in de Tweede Kamer, weet u dat ik een paar keer als meeste afwijkend heb gestemd, juist ook op dit punt. En ik heb ook samen met u meegestemd en kritisch op Europa. En ik vind dat links daarin ook veel te ver is meegegaan in een federaal Europa. Ja. Dus in die zin zijn wij echt streng op immigratie, veiligheid, maar wel defensie, een sociaal beleid. Ook nieuwe wegen op veiligheid, defensie, dat we moeten stoppen met die eindeloze bezuiniging op defensie en echt stevig investeren. Wij denken dat we met elkaar eens zijn dat zeker de VVD het gebied van veiligheid en defensie er een potje van heeft. Ja, ik onderbreek u even, want gaan we naar de kous. Wel nog even voor de duidelijkheid, waar staat 50PLUS eigenlijk als het gaat over immigratiebeleid? Wij zijn voor een zeer streng, maar rechtvaardig immigratiebeleid. En ik hoop maar dat de huidige crisis die er is met Turkije er niet voor gaat zorgen dat mensen over een tijdje spijt krijgen, want we stemmen morgen niet over Turkije, we stemmen over de problemen hier. En dan is die koopkracht voor ouderen en die AOW-leeftijd echt belangrijker dan wat er nu met Turkije speelt. Oké, komen wij op terug. Heren, dank u. Geef ze een applaus. Straks gaan deze 8 lijsttrekkers voor de